Iedereen die wordt veroordeeld voor een wat zwaarder misdrijf moet volgens de wet verplicht DNA afstaan, maar dat gebeurt vaak helemaal niet. Bleek afgelopen zomer al in het onderzoek naar de moord op oud-minister Els Borst. De moordenaar van Borst Bart van U had zijn DNA in moeten leveren na een eerdere veroordeling voor wapenbezit. Dat werd vergeten en daardoor werd hij niet gekoppeld aan de moord op Borst. En hij kon bovendien nog een moord plegen. Het openbaar ministerie dat verantwoordelijk is voor de DNA-afname ging diep door het stof. Het OM is te kort geschoten. Daarvoor wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden aan de nabestaanden. Uit nieuwe cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd blijkt nu dat bij veel veroordeelden van ernstige misdrijven geen DNA is afgenomen. Het gaat om in totaal bijna 12.000 veroordeelden. Dat zijn vooral inbrekers en winkeldieven, maar ook veroordeelden voor mishandeling en zelfs moord en doodslag. En ook bij vele tientallen verkrachters en aanranders is nagelaten DNA af te nemen. Wat ik zorgelijk vind is dat het ook uh, niet is gebeurd bij mensen die ernstige geweldsmisdrijven hebben gepleegd. Ernstige zedenzaken hebben gepleegd. Daarvan zou je toch denken dat als die veroordeeld worden dat justitie die in het verzier heeft zo niet gewoon binnen heeft zitten. Vast heeft zitten. Ja dan vraag ik me toch echt af wat is het probleem om daar gewoon DNA af te nemen. De fouten zijn vooral te wijten aan een gebrekkige organisatie bij het OM en politie. Soms is het gewoon vergeten. Ook zijn veroordeelden niet komen opdagen om DNA af te geven bij de politie. En er is een grote groep veroordeelden kwijt. Hun adres is onbekend. Politie en justitie zijn de laatste maanden bezig om van al die 12.000 veroordeelden alsnog het DNA te verzamelen. Het OM zegt dat dat tot nu toe bij zo'n 10% is gelukt. Maar of daar ook al die tientallen verkrachters en moordenaars bij zitten, dat kan het OM niet zeggen. Dat is opmerkelijk, want je zou juist verwachten dat ze daarmee haast maken. Het complete overzicht met alle misdrijven van veroordeelden die nog DNA moeten afstaan vind je op onze apps en op rtlnieuws.nl.